Iedereen wil elkaar inhalen, links, rechts. Continu afremmen. Het is met name gewoon heel druk. Soms heb je hele langzame mensen die dan links fietsen. Dat vind ik heel irritant. Grote menigte waar je niet omheen kan. Rijd door rood. Ik vind het echt wel gezellig. Ik kan redelijk makkelijk overlangs manoeuvreren. Dat is altijd wel echt even een stukje van, oh mijn god. Het is gewoon echt heel chaotisch. Ik heb daar weinig geduld voor. Dan irriteer ik me aan iedereen en alles wat langs me fietst. En wat doe je dan zelf om die drukte te ontlopen? Niks. Ik ontwijk het station een beetje, omdat dat heel druk is. Ik begin vaak thuis met werken en ga net na de spits hier naartoe. Ja, dan ben ik wel 5 minuutjes langer onderweg. Wat vind je van de fietsdrukteborden die de gemeente op verschillende plekken in de stad heeft opgehangen? Waarmee ze je wijzen op een alternatieve, rustige route? Om de drukke routes te vermijden. Ja, die heb ik gezien en die gebruik ik niet, want ik fiets buiten de spits. Ja, ik doe hem inderdaad ook wel. De andere alternatieve route doe ik ook wel eens. Ja, dus soms fiets je wel eens om, zeg maar, om toch een beetje die drukte te ontlopen. Ja. Heb je er ook wel eens over nagedacht om een rustiger route te nemen? Nee, ik ga meestal gewoon een beetje met de flow mee van het fietsen. Ik merk wel dat ik het ook lekker vind om binnendoor te gaan en langs de bossen, een beetje natuur. Ja, ik kies dan dus de rode route. Maar de groene is misschien slimmer als je in de spits rijdt. Dus jij zou er best wel een ommetje voor fietsen? Ja, op zich wel. Nee, ik zou denk ik toch gewoon de kortste route kiezen die ik ken zelf. Ligt eraan hoe ver het om is. Als het 5 minuutjes langer is qua afstand, maar het is wel veel rustiger, dan zou ik dat wel doen, denk ik. Wat zou er moeten gebeuren voordat je de groene kiest? Dat ik zeker weet dat de groene route ook echt rustiger is. Als het hinderlijk is, als het te druk is, of dat het niet doorloopt bij een stoplicht of zo, of dat het onveilig is. Want ik heb de groene wel eens gereden, maar toen stond ik alsnog in een enorme menigte. Vooral ergernis, het kost niet eens zoveel tijd, maar het is gewoon heel irritant als je de hele tijd stilstaat of mensen snijden je af of dat soort dingen. Bussen en fietsers die allebei gewoon voorrang willen, dat gaat redelijk vaak mis. Vooral rond zo 8:30 ochtends bijvoorbeeld is het echt gewoon fietsfile. Bij het stoplicht bijvoorbeeld, daar tegenover Tivoli. Minstens 1 keer per week zie ik daar bijna wel een ongelukje gebeuren. Zo druk is het.